Ik ben Anja Balder, ik ben Zilversmid en we gaan nu voor de vierde keer meedoen aan de Museumnacht. Op de Museumnacht stellen 24 musea hun deuren open, dus vanaf 19 uur tot 1 uur 's nachts. De bedoeling is om het museum eigenlijk meer in de kijker te zetten en tijdens die avond worden er ook verschillende workshops aangeboden. Ik ben verbonden aan DIVA, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Zelf zal ik de workshop geven van zilversmeden. En een collega van mij zal gieten in tin demonstreren. De bezoekers krijgen de kans om een atelier in werking te zien en krijgen ook de kans om een initiatie te nemen op het vak edelsmeedkunde. Edelsmeden is ook echt een ambacht. En op deze manier willen wij ook het ambacht tonen en het ambacht eigenlijk borgen voor in de toekomst. Wat houdt edelsmeedkunst in? Edelsmeedkunst is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende technieken. Uiteraard slaagt het op het edel materiaal, goud en zilver. Wij als zilversmeden maken het grotere werk en daarnaast hebben we ook de juweelontwerpers die eigenlijk in die grote term worden vermeld. Elk museum organiseert zijn eigen workshops. Men kan van de ene musea naar de andere musea via een wandelroute. Maar er zijn ook pendelbussen die ingelegd worden. Als ook nadien is er een afterparty. Het is ook de bedoeling dat er andere mensen worden aangesproken om naar een museum te gaan. En in het kader van het Museumnacht krijg je toch een andere programmatie en zie je ook hoe een museum in werking is. Tijdens de Museumnacht op zaterdag 5 augustus openen 24 Antwerpse musea hun deuren vanaf 19 uur. Ontdek de musea op een andere manier met allerlei workshops, demonstraties en rondleidingen. Wie weet begint het ook bij u te kriebelen om als kunstenaar aan de slag te gaan.